Als u allen nu uw lijst voor u hebt, gaan we beginnen met nummer 1 op de lijst. En dat is de Sweet Lake Tamara. Dat is een product van eigen label. Een potje van €3,50. Dat is toch een flash? Ja, we kijken het eerst. Dit is nummer 1. En daar hebben we een heel Ik zei net een potje, maar zoals u gezien hebt is het een fontein. De volgende die op de lijst staat is de Dynasty Fuego. Dat is een eenschots pot, zeg maar. En die gaan we per 2 afschieten. En als u daarna nog een keer de pot wil zien, dan hebben we hem op een andere locatie met z'n 4 staan. Dus nu krijgen we de Dynasty Fuego. Op nummer 3 hebben we de Angry Birds. Nummer 4 op de lijst is de Next Generation Showcase. Nummer 5, de New Spirit Matrix. Nummer 6, de Dynasty Cape Town. Nummer 7 is weer een product van eigen label, de Sweet Lake Defense. Ja. Even nog een berichtje tussendoor. Ieder jaar hebben wij vuurwerkartikelen in de uitverkoop.
Als u daarin geïnteresseerd bent, kijkt u dan even op vuurwerkzoetermeer.nl of vraag hiervoor in de winkel. Nummer 8 en 9, dat is de Crown Inferno. Dat zijn twee verschillende potten. We beginnen met nummer A van de Crown Inferno. Van de Crown Inferno. Nummer 10 is de Thunderstruck. Nummer 12, de Dynasty Concerto Rosso. Nummer 13, de Zodiac Leo. Nummer 14, de Crown Mantronics. 25 euro. Daar ging 64 euro de. Nee. Zeker als dit alles is. Nummer 15, de Steengoed Anger. Steengoed. Nummer 16, de Dynasty Silver Salute. Nummer 17, de Brilliant Fraction.
berichtje tussendoor. Sinds enkele jaren verkopen wij onze Sweet Lake producten. Door ons samengesteld en speciaal geselecteerd voor de Zoetermeerse vuurwerkliefhebbers. Kijkt u even op onze website voor een speciale Sweet Lake Super 6 aanbieding. Nummer 18 is zo'n Sweet Lake product. Dat is de Intimidator. De laatste op de eerste kant van het velletje is nummer 19, de Dynasty, de Cube. Mooi. U kunt nu allemaal uw blaadje omdraaien en dan gaan we verder met nummer 20, Jackpot. Ik moet er nog even bij vermelden, daar krijgt u een gratis kraslot ter waarde van €5 bij het leven. Volgende hadden we eigenlijk Stars over Zoetermeer moeten noemen, maar het is de Stars over Paris van Dynasty. Nummer 22, Dynasty The Moment. Nummer 23 is van de steengoedserie de Viper. Nummer 24 is weer een eigen label product, de Sweet Lake Climax. Nummer 25, de Molotov Mines.
Nummer 26, de Malenkov Mine. Nummer 27, de Silver Barracuda. Nummer 28, de Poisonous Spider. Nummer 29, weer een eigen label product, de Sweet Lake Thunder. Nummer 30 van Dynasty, de Space Shooters. Nummer 31, Dynasty Mayday. Nummer 32, de Blacksmith Tiger Claw. Nummer 33, de Dynasty Alcatraz. Nummer 34, de Big Mac Thunder. Ah, die moet wel.
nummer 35, de Crown Inception. De voorlaatste is weer een product van eigen label, de Sweet Lake Avalanche. Zeer fraai, de Avalanche. De laatste, de Dynasty Super 500, is tevens de duurste pot van ons, maar ik vind hem echt een toppertje. Kijkt u zelf maar. Ja, ja, toppertje. Dat u allen genoten hebt van onze vuurwerkdemo.